was van de een op de andere dag was ik van een vrouw die midden in het leven stond en vol ambities zat, was ik opeens een vrouw met een levensbedreigende ziekte die eigenlijk nog één doel had, overleven. Ik heb eerst 8 chemokuren gehad, daarna heb ik een amputatie gehad, vervolgens 26 bestralingen en ik heb een jaar lang immuuntherapie Herceptin gehad. Ik had het gevoel dat al mijn zekerheden weg waren. En het enige zekerheid die ik nog had, dat was mijn werk. Ja. En voor mij was het dan ook een hele logische beslissing dat ik toch enigszins aan het werk probeerde te blijven. Ja. Was jouw bedrijfsarts goed toegerust om te gaan met mensen die kanker overleven? Nee, absoluut niet. Het was voor mijn werkgever ook een nieuwe situatie en dat maakt het best heel complex. En wat hun toen gedaan hebben is een overleg met de bedrijfsarts, met de directeur en met personeelszaken. Is er eigenlijk voor mij beslist dat ik mijn leidinggevende taken neer moest leggen. Terwijl op dat moment ik er nog helemaal niet aan toe was en ik voelde echt of dat laatste stukje zekerheid ook van me afgenomen werd. Er werd zomaar iets voor jou besloten? Er werd zomaar wat voor mij besloten, met de goed beste bedoelingen. Maar dat is denk ik iets wat toen geen goede zet is geweest. Doe het vooral niet alleen. Ga hulp zoeken. Want het is zo'n nieuwe wereld. Je weet niet meer wat er op je pad komt. En durf ook vooral, probeer niet de oude te worden, want dat word je niet meer. Maar leer te houden van die leuke nieuwe ik die je gaat worden. En dat is een heel moeilijk proces. Maar als jij je aan gaat schoppen om echt wat koste wat het kost de ouder te worden, dat is allemaal verloren energie. Ja. En er is nog heel veel moois en kan je werken en op heel veel andere manieren. En is je leven ook heel leuk.